Chris die had volgens mij die kende een hele leuke tent, heel leuke mensen en daar konden we dan wel eten met z'n allen. Het was echt zo'n klassieke koloniale sfeer. Marlijn was er die avond niet. Die had iets ingewikkelds met de loodgieterij, dus die bleef achter. En we gingen naar de binnen, de heren de jasjes aan, de dames wilden dat ook, want bij ons is geen verschil. We hebben checkers. We don't have a tie, is that a problem? Jos, ik zal zo nooit de tv op mogen in Nederland, maar Allah. Nou, dit is toevallig wel voor de Nederlandse televisie. Na heel veel gedoe zaten we daar aan tafel en we hebben ons gewoon helemaal gek gelachen. En dat hebben we eigenlijk al die afleveringen gedaan. Als ik hier alleen maar ben en alleen maar ik wil dit winnen en ik wil weten dit en ik wil dat weten. Ja, dan gaat dat in mijn ogen ook ten koste van een deel plezier. Ik ga niet om 10 uur naar bed, als ik ook om 2 uur naar bed kan. Want, hé, wacht even, Margriet is nog wakker of Marlijn is nog wakker, weet je wel.